Half tien exact. U kijkt live naar Oog in Oog. Met het breinende oprichter van de nieuwe partij van Bram Moskowitz, ooit rechterhand van Geert Wilders. Maar die vond hij te links, dus keerde hij hem zijn wang toe. Vanochtend deed hij aangifte tegen de staat wegens het helpen van de vijand in tijden van oorlog en het bewust schaden van het landsbelang, poging om het asielbeleid te stoppen. Maar kloppen de argumenten en geldt dat ook voor de rest van zijn partijprogramma? Joram van Klaveren. Meneer van Klaveren, goedenavond. Goedenavond. Probeert u op een goedkope manier stemmen te werven met onzin? Nee, absoluut niet. Wij maken ons hele grote zorgen om de gevolgen, zeker de structurele gevolgen van het gevoerde asielbeleid. U hebt vandaag aangifte gedaan. Klopt. Waarom in het kort? Wat ik net al aangaf, waar wij ons hele grote zorgen om maken, zijn de structurele gevolgen van dit kabinetsbeleid. Ja. Als we kijken naar de huisvesting, als we kijken naar de sociale zekerheid, als we kijken naar criminaliteit. Maar dat doet een politicus doorgaans in een debat of in de Tweede Kamer of tijdens een verkiezingsdebat, maar niet op het politiebureau. Nee, ik was nog niet klaar. En daarnaast ook met betrekking tot veiligheid. Als we kijken naar de mensen die eventueel binnen kunnen komen. IS-strijders, waarvan de AIVD heeft gezegd dat ze komen niet en masse binnen, maar wij sluiten zeker niet uit dat daar enkele tussen zitten met hele verkeerde intenties. De AIVD zei, wij hebben daar geen aanwijzingen voor. En dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ook. Nee, in het specifieke rapport. Dat is inderdaad de kop geweest in de kranten. Alleen als je het rapport zelf leest, staat daar heel specifiek in. De AIVD sluit niet uit dat daar inderdaad enkelen tussen zitten. Ze sluiten het niet uit dat er enkelen tussen zitten. Zeker. Maar grote bewegingen hebben ze geen enkele aanwijzing voor. Nou, we hebben ook niet gezegd dat iedere vluchteling natuurlijk een IS-terrorist is. Alleen het feit dat daar mensen tussen zitten... Kunnen is, zitten. Is kunnen eng. Zitten. En dat willen we niet. Kunnen zitten. Zeker. Ja. U weet dat het helemaal geen kans van slagen heeft. De kans is klein, maar ook een kleine kans is een kans. Kent u het Volkel-arrest? Ja. Uit 1994. Daarin heeft de Hoge Raad, dat is de hoogste rechter in dit land, besloten dat de staat, het kabinet, niet strafrechtelijk te vervolgen is. Ja. Daar gaat de aangifte. Nee, absoluut niet. Het is toevallig dat er morgen gestemd wordt over een wetsvoorstel, een initiatief wetsvoorstel van CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie in de Eerste Kamer. En dat gaat erover om de immuniteit van die groep mensen op te heffen. Dus dat ook bewindslieden vervolgd kunnen worden. En dat is ook zo in bijvoorbeeld Denemarken, in Noorwegen, in Ierland. Dus in die lijn, en daarom vind ik het een heel goed initiatief wetsvoorstel, ja, zal Nederland dezelfde procedure krijgen. Het kan nu alleen maar als de individuele bewindslieden vervolgen. Ook. Kan alleen maar als de Tweede Kamer bij meerderheid de Hoge Raad daartoe de opdracht geeft. Ja, maar wat ik net al aangaf, er ligt dus nu een initiatief wetsvoorstel. In de Tweede Kamer is er al doorheen. De Eerste Kamer wordt daar morgen over gestemd. Dus als dat zo is en het verschijnt in de Staatscourant, dan hebben wij een nieuwe wet en dan kan dat. Ja, maar goed, voordat zo'n wet dan geïmplementeerd is, dan zijn we wel een tijdje verder nog, toch? Nee, dat hangt er vanaf. Ik bedoel, als daar morgen over gestemd wordt, hoeft dat niet al te lange tijd te duren. En daarnaast is het afhankelijk van hoe het OM oordeelt over deze aangifte. Mochten zij zeggen, we gaan hier nu nog niet mee in zee, want de wetgeving is er nog niet helemaal door, dan zullen wij de dag nadat dat in de Staatscourant heeft gestaan opnieuw aangifte doen. Ja, maar goed, dan nog moet het Openbaar Ministerie ontvankelijk worden verklaard en dan nog moet u het bij de rechter kunnen bewijzen. Nee, dat moet het OM, dat hoeven wij natuurlijk niet. Nee, maar goed, u doet aangifte, dus moet het OM het vervolgens overnemen en het bij de rechter bewijzen. Klopt. En dan moet u dus bewijzen dat dit kabinet willens en wetens het landsbelang schaadt. Ja. Door hier asielzoekers op te nemen van wie er mogelijk een aantal met verkeerde bedoelingen zijn gekomen. Ja, maar je hebt ook nog zoiets als kansopzet. En dat betekent dat dit kabinet inderdaad beleid voert. En dat zij eigenlijk meenemen dat er inderdaad foute dingen kunnen gebeuren. En dat is iets wat wij nu zien. Wij geloven best dat Mark Rutte zaken doet met de EU in dit geval, andere lidstaten, om te komen tot een politiek werkbare situatie. Alleen hij inventariseert op een verkeerde manier. En hij neemt de kans dat het verkeerd kan gaan. En dat is kansopzet. En dat is, daar is ook hier sprake van. Ja, maar goed, dan moet je dat ook nog kunnen bewijzen. Dat is een lastige klus. Bovendien moet je ook nog kunnen bewijzen dat dit land in oorlog is met IS. En daarvan heeft de minister-president keer op keer gezegd dat dat niet het geval is. Nou, we zijn zeker in oorlog met IS. Als hij zegt van niet, er is geen oorlogsverklaring, niks. In 2004 heeft Zalm al aangegeven. Die sprak toen volgens voor het kabinet. En die gaf toen al aan, we zijn in oorlog met het terrorisme. Wat ons betreft is die situatie alleen maar geïntensiveerd. Deze minister-president en dus het officiële kabinetstandpunt is, wij zijn niet in oorlog met IS. We doen wel mee aan militaire acties tegen IS. Maar wij zijn niet in officiële staat van oorlog tegen IS.
Nee, dat heeft ook te maken met het feit dat er een brief is verschenen van het kabinet. 2014, waarin het kabinet aangeeft dat artikel 96 van de grondwet, dat gaat dan over oorlogsverklaringen, dat zij aangeven dat eigenlijk dat hele concept een beetje in onbruik is geraakt. Omdat er de conventionele manier van oorlog voeren is weg. We vechten nu tegen een entiteit. Ja. En wij kunnen dus in oorlog zijn met IS. En wat ons betreft zijn de woorden van Salem nog steeds geldend. En zijn wij maar Salem zit al lang niet meer in het kabinet. Salem zit bij de ABN. Dat klopt. Alleen Salem de huidige minister-president. Het huidige kabinet heeft gezegd, wij zijn niet met... Ja, maar het huidige kabinet heeft toch echt heel duidelijk gezegd, wij zijn niet in oorlog met IS. Nee, ze hebben niet letterlijk gezegd, ze zijn niet in oorlog met IS. Ze zijn niet in oorlog met de terroristen. Ik was er zelf bij toen de minister-president op zijn persconferentie zei, wij zijn niet in oorlog met IS. Nee, de entiteit IS, daar zijn wij zeker van in oorlog. We hebben op dit moment... En dat vindt u, maar dat vindt het kabinet niet. Ja, maar wij hebben aangifte gedaan, het kabinet niet. Ja, nee, u hebt aangifte gedaan tegen het kabinet, omdat het kabinet... laten we zeggen, fout zou zijn in een oorlog. Ja, absoluut. Maar als het kabinet zegt, wij zijn niet in oorlog... dan kunt u wel zeggen, ik vind van wel, want dat heeft Salem ooit gezegd. Maar als het kabinet zegt van niet... Nee, het, is niet, het gaat er toch niet om. Jawel, want u klaagt het kabinet aan. Zeker. Wij klagen het kabinet aan. Wij geven aan dat wij vinden dat wij inderdaad in oorlog zijn met IS. Het feit dat wij dus straaljagers inzetten, onze krijgsmacht inzetten... om een entiteit die dan IS heet te bestrijden met de zwaarste wapens... is wat ons betreft genoeg om aan te tonen dat wij dus in oorlog zijn. En daarbuiten, wat ik net al aangaf, er is destijds aangegeven... we zijn in oorlog met het terrorisme. Dat terrorisme is niet voorbij. Ja. Het is geïntensiveerd. Ja. En die zaak staat... Maar goed, dan moet u nog steeds aantonen dat het kabinet willens en wetens... met zekerheid risico's neemt bij het binnenlaten van vluchtelingen. Nee, niet. Want ik gaf net al aan, dat bestaat ook zoiets als kansopzet... Ja. Daar is hier absoluut sprake van. Zij nemen het risico dat, dus er kan iets verkeerd gebeuren. Maar u zegt zelf aan het begin van dit gesprek... dat de kans dat dit gaat lukken minimaal is. Nee, dat zei ik niet. De kans is klein. Klein. Nou, oké, klein. Ja. Wie zei nog niet zo lang geleden, ik citeer... uit mijn mond komen geen leugens om bestwil... geen achterkamertjes gemanipuleerd... geen dubbele of driedubbele agenda's, geen hypocrisie. Onze voorman. Bram Moscovici. Zeker. Nou zou je kunnen zeggen... dit is een driedubbele agenda, dit is misschien hypocriet... want ik weet bij voorbaat dat de kans heel klein is... en ik doe het vooral om stemmen te trekken. Dus gemanipuleer. Nee, want wij geloven oprecht dat wat wij doen dat het goede is. En Bram gelooft dat eveneens, dus dat is onzin. Goed. En dan? Stel, u krijgt gelijk. Ja. En dan? Nou, wat wij heel graag willen is dat er een veroordeling wordt uitgesproken over het gevoerde kabinetsbeleid, of eigenlijk het gebrek eraan. En dat kan natuurlijk zonder strafoplegging, wat ons betreft. En dan kunnen we maar op die manier... Daar gaat u dan niet meer over. Nee, klopt, maar u vroeg wat dan. Dus dat zou het ideale scenario zijn wat ons betreft. Ja. En dat er dan een koerswijziging plaatsvindt als het gaat om het gevoerde beleid. Maar u wilt dus dat de rechter het kabinet dwingt om van koers te veranderen? Als er een veroordeling komt met betrekking tot dit beleid, zal dat zeker zo zijn. Ja? Was u niet altijd de eerste die riep dat de rechterlijke macht onafhankelijk moest zijn en niet op de stoel van de politiek moest gaan zitten? Maar dat is toch nog steeds zo? Nou, u vraagt nu aan de rechter om op de stoel van de politiek te gaan zitten, namelijk om het kabinetsbeleid bij te sturen. Nee, wij vragen om een veroordeling van dit kabinetsbeleid. En dan is het uiteindelijk aan de Kamer om met nieuwe voorstellen te komen. En dat zullen wij dan met alle liefde doen. U wilt sowieso het aantal asielzoekers drastisch beperken. Ja. Naar Australisch voorbeeld. Wie we hier nodig hebben mag komen, de rest niet. Maar er moet wel een splitsing gemaakt worden. Je hebt reguliere immigratie en je hebt asiel. En als het gaat om reguliere immigratie zijn wij een voorstander van het Australisch model. Ja. En als het gaat om asiel zijn we voor enkel opvang in de regio. Ja, minder? Nee, wij willen enkel opvang in de regio. Dus dat betekent dat als er oorlog zou zijn in België, Duitsland, Denemarken... dat wij die mensen gewoon opvangen. Ja, maar nu, in de oorlog in Syrië? Die mensen moeten opgevangen worden in de regio. Dus niet meer in Nederland? Niet meer in Nederland. Dus minder? Nee, wat ik net al aangaf, als het gaat om asielzoekers uit de regio... vinden we dat onze regio, bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland, België... Ja. opgevangen kunnen worden als het gaat om oorlog in bijvoorbeeld Syrië en Irak. Kan maar dat betekent toch per saldo helemaal geen vluchtelingen meer uit Syrië deze kant op? Wat ons betreft komen er geen nieuwe vluchtelingen uit Syrië. Maar we hebben toch een vluchtelingenverdrag ondertekend, of niet? Ja, maar dat kun je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Wij moeten die mensen helpen. Dat doen wij ook, alleen dat doen wij in de regio. Wij trekken als VNL daar 200 miljoen per jaar voor uit. Dus dat is 0,8 miljard per kabinetsperiode. Dan kun je hele fatsoenlijke opvang realiseren in de regio. Maar die mensen blijven komen. Ja, en dus moet je zorgen dat je een aantal dingen wijzigt... waaronder het huidige beleid van laat maar binnen en we zien later wel wat er gebeurt. Hoe dan?
Nou, wat je onder andere kunt doen is opnieuw, zelfs op basis van de Schengen-grenscode, grenscontroles instellen. Ja. Je kunt inderdaad fors investeren in opvang in de regio. Je zou safe havens moeten creëren. Maar die mensen blijven komen? Nou, die mensen blijven dan niet komen, want die komen het land niet in. Ja, dat zegt u. Maar ze blijven komen. Vooralsnog blijven ze gewoon komen. Nou ja, als wij aangeven, u kunt hierheen komen, maar u stopt bij de grens van Duitsland, dan zitten ze in Duitsland. En als Duitsland dat ook doet, dan zullen ze zetten aan de grens van Oostenrijk, et cetera, et cetera. Ja, en toch zullen ze blijven komen. Dat zie je. Maar die komen dan het land niet komen. Ja, maar dan zal men in het land niet meer in kunnen, ja, want dan? De grens is dicht. Als de grens dicht gaat, ja, en verscherpte controles worden uitgevoerd, ja, enig idee wat dat economisch kost? Het hangt er helemaal vanaf op welke manier je dat vormgeeft. Nou, alleen al in de transportsector bijvoorbeeld? Nou ja, wat ik net al aangaf, dat is heel erg afhankelijk van hoe je dat vormgeeft. We hebben in het verleden verscherpte grenscontroles zijn verscherpte grenscontroles. Ja, maar verscherpte grenscontroles kun je natuurlijk doen op vervoer. Je kunt dat ook op individuele bevolkingsstromen doen. Er komen nu een hele hoop mensen. Maar u zult toch ook vrachtwagens gaan moeten controleren dan? Absoluut. Ja, ja. Weet u wat het kost? Nee, dat hangt er vanaf. 600 miljoen per jaar heeft Transport en Logistiek Nederland berekend. Ja, maar ook dat. En dan hebben we het alleen nog over de transportsector. Ja, maar ook dat is natuurlijk gebaseerd op een bepaalde aanname van bepaald gevoerd beleid. We hebben in het verleden natuurlijk altijd grenscontroles gehad. Dat kon gewoon, er is niks aan de hand. En dat zou nu natuurlijk ook kunnen. Leert deze crisis niet gewoon dat je dit niet zonder Europa, zonder de Europese Unie kunt oplossen? Nou, als dit één ding leert, is het juist dat Europa er een enorme puinhoop van heeft gemaakt. En dat we juist minder Europa nodig hebben in plaats van meer. Europa moet niet naheffen. Europa, althans de Europese Unie, moet zichzelf opheffen. Ja, dat zou prachtig zijn. Zei uw lijsttrekker. Ja. Hoezo? Nou, wat ik net al aangaf. We zien nu bijvoorbeeld als het gaat om het aantal mensen dat Nederland binnenkomt. Immigratie, dat wij daar grotendeels niet meer zelf over gaan. En ik denk dat dat een hele kwalijke zaak is. Want het heeft een hele negatieve impact op onze samenleving. Als we kijken naar de oververtegenwoordiging van immigranten op het gebied van criminaliteit. Als het gaat om schooluitval. Niet-westerse immigranten. Dan heb je een hele grote probleem. Ja, en Syriërs, Irakezen, dat zijn mensen die niet-westers zijn. Dat klopt. In uw speerpunten staat het letterlijk. Daar staat de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de bijstand en criminaliteit leidt tot hoge kosten. De massale immigratie vanuit niet-westerse landen erodeert onze westerse waarden. Ja, absoluut. Minder, minder, minder. Dat is hetzelfde. Ik weet niet wat u bedoelt met minder, minder, minder. Nou, dat zei Geert Wilders. En dat was voor u de druppel die de emmer deed overlopen om de partij te verlaten. Dat was zijn rechterhand. Het was inderdaad de druppel die de emmer deed overlopen. Ja. De reden waarom begint u nou te lachen? Nou, de reden dat ik ben weggegaan bij de PV hangt voornamelijk samen met het steeds linksere beleid ten aanzien van de sociaal-economische standpunten. En ook om de politieke marketingmachine, daar had u ook geen zin meer in. En ik vond het inderdaad jammer dat het steeds vlakker werd. Ja. Alles en dat het alleen nog maar om politieke marketing ging. Of woorden van gelijke strekking stond in uw afscheidbrief. Ja, wat ik net al aangaf, ik vond het steeds vlakker worden. En dat was voor mij op een gegeven moment de reden om te zeggen, nou kijk, ik ben in 2005, 2006 betrokken geraakt bij de PVV. Dat was naar aanleiding van het boek Kies voor Vrijheid. Daarin pleitte Geert echt voor een vlaktax, voor zeer lage lasten. Ja. Pleit voor forse investering, veiligheid. Nou, we hebben gezien dat op al die thema's de PVV is gaan schuiven. De PVV bezuinigt nu. U vond hem te links, miljard. Maar het gaat mij om dat politieke marketinginstrument. En doet u nu niet precies hetzelfde? Nee, dat is geen politieke marketing. Wat ik net al aangaf, wij geloven dat wij op dit moment doen wat belangrijk en goed is voor Nederland. En de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de bijstand en criminaliteit leidt tot hoge kosten. De massale immigratie vanuit niet-westerse landen erodeert onze westerse waarden. Ja, dat is toch hetzelfde als minder, minder, minder? Nee, ik weet niet wat ik al aangeef. Ik weet niet wat u verstaat onder minder, minder. Wat wij hier aangeven minder, is dat wij minder niet-westerse allochtonen. Nou, wat wij hier aangeven is dat als je mensen niet integreert, dat je dan problemen krijgt. En die problemen die raken inderdaad aan onze kernwaarden. Dan kun je denken aan de scheiding van kerk en staat. Dan kun je denken aan de gelijkheid van man en vrouw. Ja. Homo's en hetero's. Vrijheid van meningsuiting. En die problemen zie je niet alleen in Nederland. Die zie je ook in Duitsland. Die zie je in Frankrijk, in België. Dus dat zijn een hele reële problemen. En die moet je ook reëel aanpakken. Nederland is bang overspoeld te raken door vluchtelingen. Ja, dat blijkt uit verschillende peilingen. Er worden pogingen gedaan om internationale afspraken te maken, zodat ook andere landen zich garant stellen om vluchtelingen op te vangen. Herkent u zich daarin? Dat is wat we nu natuurlijk zien. Ja, en dit is precies hetzelfde als in de jaren 30 van de vorige eeuw. Nou, we doen even een godwinnetje. Nou ja, ik vraag het omdat uw lijsttrekker, Bram Moscovici, vaak refereert aan zijn familieverleden. Ja. We weten dat zijn vader Auschwitz heeft overleefd. Ja. En dat een groot deel van die familie niet is teruggekeerd. Ja. Dus hij refereert daar vaak zelf aan. En zijn grootouders zijn in de jaren 30 naar Nederland gekomen als asielzoeker. Ja, dat is opvang. Toen het sentiment en de argumenten van de rest van de bevolking dezelfde waren die u nu de wereld in brengt.
En hij ook. Ja, echt volslagen flauwekul. Nee, maar ja, dat is waar. Allereerst is er nog steeds sprake van opvang in de regio, inderdaad. Wat ik net al aangaf, daar zijn we aan voorstander van. Mochten er problemen zijn in Duitsland... Maar weten we hoeveel Joodse vluchtelingen naar de Verenigde Staten zijn gegaan in die tijd? Mochten er problemen zijn in Duitsland... 90.000. Denemarken, België, dan vangen wij die op. 90.000 zijn er naar de Verenigde Staten gegaan. Als de Verenigde Staten toen hetzelfde standpunt hadden gehuldigd... hadden die mensen daar in ieder geval niet naartoe kunnen gaan. Waar een hele hoop mensen waarschijnlijk naar Engeland gegaan... want er zijn ook een hele hoop mensen naartoe gegaan. Vindt u het niet vreemd dat iemand met zijn achtergrond dit standpunt huldigt? Nee, helemaal niet. Wat ik net al aangaf, wij doen het op een hele fatsoenlijke manier. We investeren fors 0,8 miljard per kabinetsperiode voor de opvang in de regio. Dan kun je meer mensen voor opvangen voor minder geld. Mensen integreren daar ook makkelijk, want het is de eigen regio. Daarbuiten, mochten er problemen zijn in onze eigen regio... dan vangen we die mensen op een hele keurige manier op, ja. Ook in Nederland. Dus de grenzen gaan in dat opzicht niet dicht. En de vergelijking met de jaren 30 vind ik echt onzin. Nou ja, in 1934 werd het beleid strenger. Duitse Joden werden alleen nog maar tijdelijk in Nederland toegelaten. Poolse Joden die al in Nederland waren... moesten zoveel mogelijk naar hun eigen land terugkeren. Nieuwe Poolse en stateloze vluchtelingen zouden niet meer worden toegelaten... tenzij sprake was van levensbedreigend gevaar. In mei 1938... werd door voor Duitse Joden niet langer een uitzondering gemaakt. Nederland nam geen vluchtelingen meer op. Ja. Dat waren mensen die op de vlucht waren voor een regime. Datzelfde geldt nu voor vluchtelingen uit Syrië. Ja, dat waren mensen in onze regio nogmaals. En die hebben wij op moeten vangen. Wij zouden wat ons betreft dus die mensen op een nette en fatsoenlijke manier opvangen. Ook in Nederland. U vindt het niet vreemd? Ik vind het niet vreemd, nee, anders had ik dat net wel aangegeven. Ander punt, u bent voor de invoering van de dienstplicht. Voor alle jongens en meisjes van 18 jaar. Ja. Alle? Alle. Ook van Marokkaans-Nederlandse afkomst? Juist, ook die. Die? Ja. Zeker. Maar u maakt zich net zelf zorgen over radicaliserende jongeren. We weten, want daar waarschuwt de AIVD namelijk wel nadrukkelijk voor... Ja. Dat het salafisme, dus het extreem rechtse gedachtegoed van moslims in Nederland, toeneemt. Nou, ik weet niet wat er extreem rechts aan het salafisme is. Of het extreem extremistisch, neem me niet kwalijk. Ja, het zit te diep. Wat zit diep? Nou, dat u extreem rechts blijkbaar associeert. Nee, ik zou wel zeggen extreem extremistisch. Ja. Het is zeker extremistisch, het salafisme. Ja. Ja. En die wilt u wel in dienstplicht praten? Nee, gelukkig hebben wij een MIVD in Nederland en een AIVD. Maar die kent niet al die jongens. De MIVD controleert natuurlijk iedereen die actief wordt bij... Maar die kent niet al die jongens. Bij het militair apparaat. En als het gaat om herinvoering van de dienstplicht... zullen er inderdaad meer mensen bij de... MIVD moeten komen. Wij investeren ook echt fors in Defensie, 5 miljard extra. Ja. En dan kun je dat op een hele fatsoenlijke en goede manier... Maar die 5 miljard kunnen ze bij Defensie wel echt op een andere manier gebruiken... dan het invoeren van de dienstplicht. Dat kost namelijk honderden miljoenen per jaar. Nee, we hebben dat laten bekijken. Dat is ongeveer 300 miljoen. Ja, dat zijn honderden miljoenen. Zeker, maar als wij 5 miljard investeren, dan is dat prima te doen. Ja, dus u wilt alle jongeren van 18 onder de wapenen... Nee, maar dan kunt u toch niet voorkomen met de waarschuwingen van salafisme tegen de achtergrond... dat daar ook geradicaliseerde jongeren tussen zitten... die je dan notabene een wapenopleiding geeft? Nee, wat ik net al aangaf, we hebben gelukkig een MIVD die controleert dat... en alle radicale elementen haal je eruit. Overigens is het ook zo maar dat de MIVD, inlichtingendienst, meneer Van Klaver, kan nooit... component, dat daar ook een component in zit voor mensen die actief willen zijn... bijvoorbeeld in de zorg, mensen die actief willen zijn bij de brandweer, bij de politie. Het is niet per definitie zo dat iedereen onder de wapenen komt. Nou ja, dus, dienstplicht is dienstplicht en dat is onder de wapenen. Nee, niet. Dat is niet zo. Dienstplicht kan ook een sociale dienstplicht zijn, wat ik net al aangaf. Dat is zorg, dat is de brandweer, ja, dat waren voor, dat was vroeger voor dienstweigeraars. Dat staat ook netjes in ons initiatief wetsvoorstel, dus ja, dat goed. Is mooi meegenomen. U wilt een vlak tax ook. Ja. Iedereen 22,9% belasting. Ja. Dat is het dan. Dat is het dan. Geen inkomsten, geen vermogensbelasting meer. Alle andere vormen van belasting weg. Dat is het dan. Praktisch alle andere belastingen inderdaad weg. Ja. Dus kijk, de inkomstenbelasting kun je inderdaad heel snel verlagen. Ja. Er staat wel aan de andere kant natuurlijk aan vast... dat je een aantal toeslagen moet schrappen. En als het gaat om vermogensbelasting, maar ook om erf- en schenkbelasting... Ja. Het zou natuurlijk allemaal prachtig weg. Zijn om dat af te schaffen. U zegt, wij zorgen voor 800.000 extra banen. Ja. Waar baseert u dat op? Op de achterliggende stukken van datgene wat we aangeleverd hebben bij het Centraal Planbureau. Ik heb de stukken van het Centraal Planbureau en de doorberekening daarbij. Ik citeer, het CPB heeft de effecten van de economische groei op de koopkracht en de werkgelegenheid niet doorgerekend. Ja, dat klopt. Daarom zeg ik net ook, de achterliggende stukken. Ja. Wij hebben onder andere bijvoorbeeld het Quid Novi-rapport aangeleverd. Ja. Bouwstenen voor nieuwe BTW. We hebben met het CPB gebeld vandaag en die zeggen... dat kun je niet zeggen, wij hebben dat niet doorgerekend. Zij hebben dat inderdaad niet doorgerekend, nee. Want dat doen ze alleen bij verkiezingsprogramma's. Ja.
Dit is geen verkiezingsprogramma, dit is een fiscaal plan. Ja? Dus dat is een groot verschil. En daarbuiten, wat ik net aangaf, de achterliggende stukken hebben dat wel gedaan. Ja? Quid Novi-rapport, bouwstenen voor nieuw BTW. En daarin kun je op een hele duidelijke manier zien... Hebt u zelf berekend? Dat wij dit... Nee, dat heb ik niet zelf berekend. Ik ben geen econoom, dat hebben we laten doen. Ja, door wie? Ja, door een aantal economen. Ja? En maar niet door het CPB, niet door de officiële rekenmeester. Nou, wij waren het met alle liefde gedaan, alleen het CPB wilde het niet. Nee, in dit stadium niet. Dus we weten het niet zeker. We moeten het u op de blauwe ogen geloven of dat klopt. U mag maar altijd geloven. Alleen het CPB wilde dat niet doen, omdat het geen verkiezingsprogramma is, maar een fiscaal plan. En ja. De rekening die wij hebben laten maken, dat is door andere economen gaan, die kloppen. En dat zal later bevestigd worden bij ons verkiezingsprogramma. Maar als je minder belastinginkomsten ophaalt, ja, dan heeft de overheid ook minder geld. Die geeft ook minder uit. Dat kan alleen maar als je fors in de overheid gaat snijden. Dat doen wij ook. Wat gaat er weg? Wij zijn een groot voorstander van de privatisering van het hoger onderwijs. Dat is alleen al 7 miljard per jaar. Wij zijn een groot voorstander van het schrappen van ontwikkelingshulp. Dat is bijna 4 miljard per jaar. Dus dat tikt aardig aan. Maar als je in de overheid wil snijden, moet je ook ministeries opheffen. Dat zou helemaal prachtig zijn. Welke ministeries moeten weg? Nou, wat ik net al aangaf, je kunt een aantal ministeries kleiner maken. Je kunt ook een aantal ministeries samenvoegen. Ja. Weet u hoeveel ambtenaren er bij de ministeries werken in Den Haag? Ja, maar ook dat is natuurlijk iets dat... Ik stel een vraag. Ja, maar ook dat is natuurlijk een punt. Wij gaan heel erg uit in Nederland van de overheid als banenmachine. Nee. Wij denken, jawel, dat is wel zo. Want ambtenaren die bij de overheid werken... Ja, die hebben een baan, ja. Zeker. En wat wij zeggen is dat het heel erg verstandig is als die mensen een additionele vorm van bijdrage leveren. In die zin dat het ook economisch van meerwaarde is. En daarmee bedoelt u hun baan opzeggen? Dat bedoel ik dat op een andere manier vormgegeven kan worden. Ja. Dus inderdaad. Dus als u zegt 800.000 banen erbij, er werken 109.400 nog wat ambtenaren in Den Haag. Als u ministeries wilt gaan opheffen, dan wel samenvoegen, dan gaat er tienduizenden ambtenaren de WW in. Nee, absolute onzin. Want dat betekent dus dat we een hoop dingen zouden gaan privatiseren. En dat betekent dat daar nieuwe bedrijven komen. Maar je kunt toch niet alles privatiseren? Dan zullen we nu zien dat mensen die actief zijn, bijvoorbeeld binnen het ministerie van OCMW een andere functie kunnen vinden binnen de geprivatiseerde markt voor het hoger onderwijs. Dus dat kan prima. U kunt toch niet alles privatiseren? Ik zou ook niet alles. Onderwijs privatiseren? Het hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek privatiseren? Ja, het is voor een deel natuurlijk ook al zo. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, kijk naar Japan. China. Daar is heel veel kritiek op, omdat je daar geen onafhankelijk onderzoek meer hebt. Ja, maar ja, wat is onafhankelijk? Nou ja, dan blijkt bijvoorbeeld als er onderzoek wordt gedaan naar de invloed van suiker op je gezondheid, dan blijkt er opeens een grote frisdrankfabrikant achter te zitten. Waardoor er weer twijfels zijn over de betrouwbaarheid van dat onderzoek. Nou ja, gelukkig zijn er natuurlijk verschillende instanties die toetsen. En als er een wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt door meneer A, dan kan datzelfde onderzoek gedaan worden door meneer B, als die met andere uitkomt. Waardoor je noemt, ja, maar het is toch veel handiger. Zo werkt de wetenschap natuurlijk. Het is nee, de wetenschap werkt op onafhankelijke basis, als het goed is. Nee, onafhankelijkheid bestaat natuurlijk niet. Überhaupt niet? Nee. Bent u onafhankelijk dan? Nou ja, ik ben mezelf en ik ben natuurlijk ook een subject in die zin. En dus ook niet onafhankelijk? Net als u dat bent. Dus ja. U bent niet onafhankelijk? Niemand is onafhankelijk. Waar bent u dan afhankelijk van? Nou, van alle mensen om mij heen. Net als u. Van het electoraat? Ook, tuurlijk. Ja, en van mijn ouders en van de goede medewerkers die we hebben. Hoe solidair bent u? Hoe solidair? Ja. Ja, wat bedoelt u daarmee? Nou, hoe solidair bent u? Dat is ja, met wat? Met wie? Met wie? Met mensen om u heen? Met de Nederlandse bevolking? Met mensen die hulp nodig hebben bijvoorbeeld? Ik ben redelijk solidair. Ik ben een beetje afhankelijk van wat u daaronder verstaat. Ik heb in het verleden vraag het omdat u bijvoorbeeld de zorgpremie ook op een andere manier wil inrichten. Namelijk dat zelf mensen mogen gaan bepalen waar ze voor verzekerd zijn en waarvoor niet. Daarmee zou u veel geld kunnen besparen op de volksgezondheid. Nou, wij vinden inderdaad dat je kunt individualiseren. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan dieethulp, wat nu verplicht is in het basispakket. Stoppen met roken, pakketjes zitten daar nu standaard in. En wij denken dat dat overbodig is. Dus mensen mogen wat u betreft zelf hun zorgpremies samenstellen. Dat staat in het puntenplan. Nou, er staat niet bij dat ze hun eigen zorgpremie mogen samenstellen. Wat wij hebben gezegd is dat er meer vrijheid moet komen bij de keuze in het basispakket. En dat is onder andere die twee punten die ik net aandroeg. Die kun je inderdaad schrappen. In onze plannen kan iedereen zijn of haar zorgpakket samenstellen. Dat is iets anders dan een zorgpremie. Nou, een zorgpakket. Ja. Maar nou heeft iemand een onderzoek laten doen en die heeft geen erfelijke aandoening. Dus die denkt, nou, daar hoef ik mezelf niet voor te verzekeren. Ja. Weet u hoe het werkt in dit land? Ja, en daarom wil ik graag dat het anders gaat werken, want ik was nog niet klaar. Wat wij heel graag willen doen, is dat we veel meer gaan kijken naar bijvoorbeeld Singapore. Ja. In Singapore heeft iedereen een individuele zorgverzekering. Ja. De zorg is daar beter georganiseerd. Het is ook goedkoper voor de mensen, goedkoper voor de staat. En als dat daar komt, kan, dat zou komt, dat hier ook kunnen. Nu betalen wij voor dingen die wij zelf niet mankeren of nog niet mankeren, zodat mensen die dat wel mankeren
geholpen kunnen worden. Ja. Dus als ik mijzelf niet ga verzekeren tegen een erfelijke ziekte die ik niet heb... Ja. En u doet dat ook niet, en het halve land doet dat niet... kunnen die mensen die erfelijke ziekte wel hebben niet meer worden geholpen. Ja, dat kan wel. Want, nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dat, nee, hoogleraren in de gezondheidszorg zeggen dat kan absoluut niet. Nou, in Singapore zeggen ze dat het wel kan en daar werkt het ook zo. En het werkt al jaren zo, dus dan moeten die mensen misschien een keertje naar Singapore gaan. Daar is ook gewoon een vangnet voor de mensen... Die bijvoorbeeld gehandicapt zijn, die chronisch ziek zijn... die inderdaad erfelijke aandoeningen hebben. Goed. Daar blijft een potje voor bestaan. Dus dat zal in Nederland, in onze plannen ook zo zijn. Niemand zal buiten de boot vallen. Goed. De verkiezingen zijn volgend jaar. Tenminste, als alles volgens planning verloopt. Ja. En dan zien we u met Bram Moskowitz terug bij die Absoluut. Verkiezingen. Zeker. Dank u zeer voor uw komst. Ja. En u thuis, dames en heren. Dank voor het kijken. Dit was de laatste oog in deze reeks. Hier volgt Nieuwsuur met Marielle Tweebeke. Ik wens u nog een fijne avond. Goedenavond.